moeten wij van Spinoza houden. In zijn essay Is It Possible Not to Love Spinoza, dat deel uitmaakt van de bundel Organs Without Bodies, stelt de filosoof Slavoj Žižek dat de essentie van het denken van Spinoza kan worden samengevat met één woord: superego. Om nog even samen te vatten wat dat superego is, door Wilfred Oranje, de Nederlandse vertaler van Freud, aangeduid als boven-ik, is het goed om Freud zelf te citeren. In zijn essay Het Ik en het Boven-ik schrijft Freud dat het boven-ik zich niet beperkt tot een maning, maar dat het het karakter van de vader zal bewaren en zal heersen over het ik als geweten, mogelijk als onbewust schuldgevoel. Kortom, het boven-ik heeft een corrigerende en sturende functie. Je zou kunnen zeggen dat het boven-ik het geïnternaliseerde beschavingsproces is. Het is interessant dat Freud meent dat het boven-ik het karakter van de vader heeft, omdat hij elders stelt dat de menselijke behoefte aan een opperwezen weinig anders is dan de behoefte aan een surrogaatvader. Dus wellicht is die behoefte aan een opperwezen als surrogaatvader vooral een indicatie voor een gebrekkig functionerend boven-ik. Maar voordat we Žižek's interpretatie van Spinoza nader beschouwen, is het niet prachtig als datgene waar Spinoza op uitkomt het interne beschavingsproces is? En is het dat misschien waar de verplichting om van Spinoza te houden, die Žižek in hedendaagse academische kringen ontwaart, vandaan komt? Žižek lijkt zijn eigen vraag vermoedelijk licht ironisch met ja te beantwoorden. Als Spinoza's denken kan worden samengevat met het boven-ik, dan moeten wij Spinoza als surrogaatvader beschouwen en dus van hem houden. Overigens kunnen we beter niet al te snel van uitgaan dat alles wat Žižek schrijft licht ironisch is bedoeld. Of we inderdaad verplicht zijn om van Spinoza te houden, weet ik niet. Maar als het om een verplichting tot liefde gaat, kan deze worden opgevat als een sabotage van die liefde. Iets waar Spinoza zelf het vermoedelijk mee eens zou zijn. De verplichting maakt liefde onmogelijk. Žižek schrijft met opzichtige ironie dat je wel van deze eenzame Jood moet houden, een eenzame Jood die ook nog eens uit de Joodse gemeenschap geëxcommuniceerd was. Hiermee suggereert Žižek dat de liefde voor Spinoza ten dele verklaard kan worden door diens biografie. Het is waar dat het noemen van de naam Spinoza bij uiteenlopende mensen dezelfde soort reactie teweeg brengt, namelijk liefde en bewondering. Een enkeling zei zelfs tegen mij: hij is mijn held. Dat het voor dat heldendom niet nodig is om iets van Spinoza gelezen te hebben, spreekt voor zich. Heldendom gedijt immers het beste in de vochtige aarde van geruchten, persoonlijke geschiedschrijving en halve waarheden. Žižek stelt zich de vraag of wij wel echt weten van wie of waarvan wij houden als wij beweren van Spinoza te houden. Hij probeert deze vraag te beantwoorden door een aantal stellingen over Spinoza te poneren, om uiteindelijk, zoals gezegd, te concluderen dat de essentie van Spinoza's werk het boven-ik is. Houden van Spinoza betekent voor Žižek dus eigenlijk houden van het boven-ik. Laat ik nagaan welke denkstappen Žižek maakt om tot deze conclusie te komen en of zijn conclusie gerechtvaardigd is. Iets wat ik betwijfel en ik zal proberen uit te leggen waarom. Om te beginnen stelt Žižek dat er in Spinoza's denken geen ruimte is voor de Freudiaanse doodsdrift. Het bestaan van die drift, zegt Žižek, zou voor Spinoza ondenkbaar zijn. Om die doodsdrift nog even samen te vatten in Freuds eigen woorden: in Aan gene zijde van het lustprincipe schrijft hij: het doel van alle leven is de dood, de driften tot zelfbehoud die het leven bewaken, en die Freud ook letterlijk bewakers noemt, moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de wens van het organisme wordt vervuld, namelijk dat het alleen op zijn eigen wijze wil sterven. Over die bewakers van het leven, de driften tot zelfbehoud, schrijft Freud dat ook zij oorspronkelijk trawanten van de dood zijn geweest. Inderdaad noteert Spinoza in de Ethica dat het streven waarmee ieder ding in zijn bestaan probeert te volharden niets anders is dan de essentie van dat ding. Maar Spinoza schrijft eveneens, en nogal uitvoerig,
over het menselijke onvermogen om gevoelens in te tomen. Een onvermogen dat volgens hem onvermijdelijk tot slavernij leidt. Zo erkent Spinoza bijvoorbeeld het bestaan van wraakzucht, waardoor we worden aangespoord om een ander kwaad te berokkenen. En ook schrijft hij dat liefde voor losse vrouwen gemakkelijk kan omslaan in haat, anders dan de liefde voor God, die nooit haat kan worden. Deze onderwerping aan de eigen gevoelens, deze slavernij, kan wel degelijk worden gezien als doodsdrift, of op zijn minst als de aanloop ertoe. Zeker veel geduld en waardering voor het zinnelijke lijkt Spinoza niet te hebben. Ik vrees dat er in zijn denken weinig ruimte is voor eros, al was het maar omdat eros per definitie grenzen overschrijdt. Eros trekt zich weinig aan van taboes. In de tragedie Antigone van Sophocles bezingt het koor de macht die eros over ons heeft, en volgens mij is die macht de slavernij waar Spinoza herhaaldelijk over spreekt. Eros krijgt in Spinoza's werk geen loflied. Eros is veel eer een vijand. En om misverstanden te voorkomen, ik begrijp eros als verlangen naar onsterfelijkheid, niet alleen via de wijsheid, ook filosoferen kan eros zijn, maar eveneens via schoonheid, expliciet lichamelijke schoonheid. Hoe dan ook beseft Spinoza goed dat mensen niet alleen anderen, maar ook zichzelf kunnen schaden en zich dikwijls overgeven aan zelfvernietiging. Dat Zizek de doodsdrift bij Spinoza ondenkbaar vindt, is dus onwaar. Ondenkbaar vindt Spinoza de doodsdrift geenszins. Doodsdrift is een te nemen hindernis, een obstakel ten gevolge van een verward idee. Dit in tegenstelling tot Freud, die de doodsdrift diep in het wezen van de mens situeert als iets onoverwinnelijks. Zoals bekend maakt Spinoza onderscheid tussen drie categorieën van kennis. Drie manieren om kennis te vergaren. De eerste categorie is de kennis van de ervaring, de kennis die aan ons via de zintuigen verminkt wordt weergegeven. Dan is er de tweede categorie kennis, die tot ons komt via de herinnering, de ideeën die wij ons vormen na het horen of lezen van bepaalde woorden. En de derde soort, de intuïtieve kennis. Deze intuïtie schat hij het hoogste in. De drie categorieën van kennis van Spinoza zouden we ons overigens ook goed als het S, het ik en boven-ik kunnen voorstellen, waarbij het S of het it de onbeheersbare krachten zijn, de drift, het lustprincipe, en het ik is dat wat bemiddelt tussen het S en het boven-ik. Dat wat die twee als het ware samenhoudt. De verhouding tussen S en ik heeft Freud wel eens omschreven als de verhouding tussen een ruiter en zijn paard. Maar wat precies is die intuïtieve kennis die Spinoza zo hoog in het vaandel heeft staan? Het woord intuïtieve kan voor verwarring zorgen. Bij dit woord moeten we niet denken aan het schijnbaar irrationele, het dierlijke, ofwel aan een drift die wij geleerd hebben te onderdrukken. Bij Spinoza is de intuïtieve kennis niet in strijd met de reden. Veelzeggend is het voorbeeld dat hij in de Ethica geeft om aan te tonen wat we ons precies bij deze kennis moeten voorstellen. Stel, zegt hij, dat we drie getallen krijgen en we moeten een vierde vinden dat zich tot het derde verhoudt, zoals het tweede tot het eerste. Kooplui, schrijft Spinoza, gaan dan het tweede getal met het derde vermenigvuldigen en delen het product door het eerste. Maar als wij de getallen 1, 2 en 3 zien, weten wij meteen dat het vierde 6 moet zijn. Voor het geval de intuïtieve kennis ons in de steek laat, 2 maal 1 is 2, 2 maal 3 is 6. Het vierde getal moet dus 6 zijn, want de verhouding is 1 staat tot 2. Ook intuïtieve kennis is bij Spinoza in wezen exacte kennis. Omdat ik de eerste keer slordig had gelezen, meende ik dat het vierde getal 4 moest zijn. Spinoza's intuïtieve kennis kan dus voor verwarring zorgen. Of de vraag oproepen, is dit waarlijk intuïtief? Hoewel de verleiding groot is om Spinoza rationalistischer te maken dan hij is, erkent hij het bestaan van lust wel degelijk en wijst hij, zoals gezegd, herhaaldelijk op de macht van gevoelens. Hij feinst niet dat een mens geen lichaam heeft, maar zoals hij een paar keer de eeuwige waarheid van God vergelijkt met de driehoek en de eeuwige waarheid van die driehoek, zo leid ik uit het getallenvoorbeeld in de Ethica af dat wij in navolging van Spinoza God in een getal kunnen uitdrukken. Beter gezegd, wij kunnen God benaderen als de oplossing van een wiskundig probleem.
Op dezelfde manier kan de doodschrift bij Spinoza als een verkeerd opgeloste wiskundige vergelijking worden opgevat. Het falen van de intuïtieve kennis. Het irrationele voor hem is weinig meer dan een gebrek aan precisie. Niet voor niets besteedt Spinoza veel ruimte in de ethica aan het zo exact mogelijk definiëren van gevoelens. Het verstand kan vrijwel alles inzichtelijk maken. Wie een slaaf is van zijn passies, leidt niet aan heviger passies dan anderen, maar heeft niet afdoende of exact genoeg nagedacht over die passies, waardoor hij tot onjuiste conclusies komt. Denken en voelen zijn één en hetzelfde bij Spinoza. Er is wat mij betreft ook geen enkele reden aan te nemen dat wij liefde, door Spinoza omschreven als blijdschap veroorzaakt door een ander, niet kunnen uitdrukken in een andere, misschien betere, want exactere taal. Muziek is een te romantisch en te voor de hand liggend voorbeeld. We zouden liefde ook in getallen moeten kunnen uitdrukken. Kortom, het irrationele is in Spinoza's filosofie slechts het slordig verwerken van informatie of het überhaupt niet in staat zijn de juiste informatie te vergaren. Dit kan ik verduidelijken door iets te zeggen over Spinoza's opvattingen met betrekking tot wonderen. Spinoza stelt dat waar mensen in wonderen geloven, zij last hebben van gebrekkige kennis. En waar in de Bijbel sprake is van wonderen, is volgens hem vaak ook de vertaling inaccuraat. Zizek legt uit waarom de doodschrift voor Spinoza ondenkbaar zou zijn, iets wat volgens mij dus twijfelachtig is, door te stellen dat Spinoza de obstakels van binnen niet erkent. Aangezien elk wezen streeft naar volledige verwezenlijking van zichzelf, zou negativiteit worden ontkend. Er zit niets in het wezen dat zijn eigen verwezenlijking wenst te saboteren. Elk obstakel komt van buiten. Aldus Zizek's samenvatting van Spinoza. Hier wordt Spinoza gesimplificeerd. Op het eind van het theologisch-politiek traktaat stelt Spinoza bijvoorbeeld duidelijk dat de massa niet door de reden, maar slechts door de affecten wordt bestuurd. Aan deze affecten dankt volgens Spinoza de staat zijn bestaansrecht. Omdat de massa zich niet kan beheersen, zijn reden niet gebruikt, moet zij wel afstand doen van bepaalde rechten in ruil voor veiligheid. Daarom geeft de burger een deel van zijn macht op. De staat functioneert dus als extern boven ik, maar anders dan het echte boven ik is de macht van de staat op geweld gebaseerd. Als de mens volgens de reden zou leven en alles zou doen wat goed voor hem is, zou zijn macht gelijk zijn aan rechtvaardigheid. Aangezien dit niet het geval is, treedt de staat op als corrigerend instrument. De staat is daarmee gebouwd op onredelijkheid en alleen al daarom vallen, zo begrijp ik Spinoza, in de staat macht en rechtvaardigheid nooit volledig samen. Het obstakel komt bij Spinoza dus niet van buiten, zoals Zizek beweert, maar de correctie. De menselijke gevoelens, dat wil onder meer zeggen gebrekkige kennis, zijn de obstakels. Het bestaan van de wet, het feit dat er een wetgever is die wetten uitvaardigt en die de naleving van die wetten afdwingt, is, zo lees ik in het theologisch politiek traktaat, in dat opzicht feitelijk een imperfectie. Hoewel elke heerser natuurlijk de verleiding kent zijn macht op te tuigen als rechtvaardigheid, is dat volgens Spinoza dus slechts het veinzen van rechtvaardigheid. Ook de voorstelling van God als een vorst die wetten uitvaardigt, straft en gratie verleent, is voor Spinoza een vorm van bijgeloof. God, de natuurwetten, en dat is volgens mij een wezenlijk aspect in Spinoza's denken, veinst niet. God is wat nooit veinst. Zijn wetten zijn net als de wetten van een driehoek eeuwig en onveranderlijk. In tenminste één tekst, Verhandeling over de verbetering van het verstand, laat Spinoza de mogelijkheid open dat er een God-bedrieger is, om deze mogelijkheid overigens meteen te verwerpen. Het bedrog is volgens Spinoza meer intern. Het is het gebrekkige verstand dat bedriegt en voor verwaarde ideeën zorgt. De bedrieger God zit als het ware in ons. Er is daarnaast nog een reden, de stelling dat bij Spinoza elk obstakel van buiten komt, te nuanceren.
namelijk met betrekking tot de verbeeldingskracht. In zijn tekstanalyse van het Oude en Nieuwe Testament is Spinoza ambigu over de profeten. Hij sluit niet uit dat die nuttig kunnen zijn, hoewel er valse profeten zijn, die door Spinoza veelzeggend genoeg verleiders worden genoemd. Maar werkelijke kennis kan niet via de profeten worden verkregen, omdat zij, in Spinoza's woorden, met behulp van de verbeelding Gods openbaringen zijn gewaar geworden. Ook interessant in dit verband vind ik Spinoza's houding tegenover literatuur en de Bijbelse verhalen. Een werk als Orlando Furioso doet hij af als beuzelingen. De metamorfose van Ovidius vinden genade in zijn ogen, enkel en alleen omdat ze staatkundige zaken behandelen. De rituelen die de Hebreërs in het Oude Testament worden opgedragen, ziet Spinoza als bestuurlijke ingrepen van Mozes en de profeten. Rituelen die dus niets met Gods wil te maken hebben, maar met staatsbestuur en die dus nauwelijks meer zijn dan bijgeloof. De mogelijkheid dat deze rituelen schoonheid bevatten en daarom waardevol kunnen zijn, lijkt voor Spinoza geen rol te spelen. Zo laat er eveneens weinig ruimte voor een frivole schoonheid die niet direct een nuttig effect heeft, die slechts vermaakt. Spinoza schrijft weliswaar over de feestelijke handelingen die de Hebreërs moesten verrichten en de maaltijden die zij ter ere van God moesten eten, waar hij aan toevoegt dat er niets doelmatigers bedacht kan worden dan dit om de harten der mensen te beïnvloeden. Maar ik sluit niet uit dat wij de harten der mensen ironisch moeten lezen. De woorden doelmatigen en beïnvloeden wijzen erop dat deze rituelen veel eer noodzakelijk zijn voor de staatsinrichting dan dat wij hier met werkelijke kennis te maken hebben. Of Spinoza positief stond tegenover dergelijke feestelijke handelingen valt daarom te betwijfelen. Het esthetisch genot, zo vat ik het op, is bij Spinoza op zijn best een te verdedigen vorm van manipulatie van het volk. Het is mogelijk dat veel van wat wij schoonheid noemen voor Spinoza verwarde ideeën zijn, gebrek aan inzicht. Tekenend in dit verband is dat sommige profeten in hun uitingen zich volgens Spinoza aanpasten aan het gebrekkige bevattingsvermogen van de massa. Het verhalende karakter van de Bijbel is volgens Spinoza veelal een knieval voor de massa om de representanten van de massa iets te kunnen leren wat ze anders niet zouden begrijpen. Spinoza verdedigt muziek omdat zij goed zou zijn tegen de melancholie. En de vrijheid van meningsuiting kan mede zijn goedkeuring wegdragen omdat anders de kunsten en wetenschappen zouden sterven. Spinoza laat dus de mogelijkheid open dat de kunsten een positieve werking hebben. Maar ik kan mij goed voorstellen dat hij bijvoorbeeld de romankunst hooguit als verwaterde filosofie zou beschouwen. Verwaterd omdat de massa de ongeesthetiseerde waarheden niet zou kunnen bevatten. Kortom, de verbeeldingskracht kan bij Spinoza niet zonder meer gelijk worden gesteld aan bijgeloof. Maar veelal is die verbeeldingskracht toch een intern obstakel. En de staat zelf is een potentieel kwaadaardig, maar noodzakelijk medicijn voor het obstakel dat in de mens zelf zit. Terug naar Zizek. Als rechtgeaarde Lacaniaan lijkt hij te stellen dat de essentie van mijn mens zijn mijn gemis is. Ik verlang immers iets, ik ben mijn verlangen en ik verlang altijd naar wat ik mis. Het verlangen veronderstelt een gemis. Mijn poging om mijn fundamentele tekort, dat niet kan worden opgeheven, op te heffen, dat is dus de essentie van mijn leven. Als ik mijn eigen tekort ben, dus mijn eigen afwezigheid, en afwezigheid is niet iets positiefs, alleen maar iets wat werkelijk moet worden opgeheven, dan kan ik volgens Spinoza mijn eigen bestaan niet meer als iets positiefs zien, alleen nog maar als iets wat moet worden opgeheven. Wat Zizek veronderstelt is dat Spinoza het gemis, de afwezigheid, nooit als positief kan waarderen. Volgens Zizek weigert Spinoza dus de fundamentele positie van het afwezig in de mens te erkennen met als consequentie de opheffing van het ik. Om Zizek's kritiek even simpel te verwoorden, is er nog wel een ik als iedereen volgens de reden leeft. Als wij de weg volgen,
die Spinoza uitstippelt in zijn Ethica, vraagt Zizek, is dat niet een vorm van zelfopheffing? De bemiddelende functie van het ik is namelijk overbodig geworden en daarmee is het bestaansrecht van het ik komen te vervallen. Er is nog een andere reden waarom het ik bij Spinoza wordt opgeheven. Identiteit immers, zo stelt Zizek, is datgene waarin ik verschil van een ander. Het is niet waarin ik overeenkom met een ander. Spinoza bevestigt Zizek in deze. Stelling 35 van deel 4 van de Ethica luidt: alleen voor zover mensen geleid door de reden leven, komen ze altijd noodzakelijk in aard overeen. Zizek ontwaart het vermeende boven-ik in Spinoza's werk eveneens aan de hand van een passage uit het theologisch-politiek traktaat over Adam en de appel. Spinoza schrijft dat Adam natuurlijk nooit van die appel heeft gegeten, want God wilde dat niet. Dus dan is dat niet gebeurd. God heeft Adam laten zien wat er gebeurt als hij van die appel eet. God heeft Adam geïnformeerd, hem ingelicht over een causaliteit, als dit, dan dat. Maar Adam heeft dit, vanwege het tekortschieten van zijn kennis, opgevat als een wet in plaats van informatie. Zizek zegt dat Spinoza hiermee in feite een ethiek ontwerpt die nooit gebiedt, alleen maar informeert. Een ethiek, zogezegd, die zich onttrekt aan de antropomorfe morele categorieën van bedoelingen en geboden. Hij vergelijkt dat met de waarschuwing van sigarettenfabrikanten achterop sigarettenpakjes dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Wij verbieden niets, zegt de sigarettenfabrikant en de staat. Wij willen u slechts wijzen op causaliteiten. Wat u ermee doet, is uw zaak. En, gaat Zizek verder, is dat niet precies wat het boven-ik doet? Informeren, causale verbanden blootleggen. Het boven-ik als de autoriteit, de vader, die zijn autoriteit niet door geweld afdwingt, maar door het verstrekken van correcte informatie. Zizek stelt dan de retorische vraag, waarvoor hij overigens verder geen argumenten aanvoert, dat een naam voor Spinoza's bijna heilige onverschilligheid en de bevestiging en handhaving van het leven misschien wel precies datgene is wat Freud het boven-ik noemt. Het boven-ik als de bijna heilige onverschilligheid waardoor het leven wordt gehandhaafd. Volgens Zizek, en hij beroept zich daarbij op Kant, vraagt Spinoza te veel van ons. Informatie zonder geboden, dat kan de mens niet aan. Iedereen vindt wel iets van gading bij Spinoza, dat is waar. Vandaar dat denkers en academici uit de meest uiteenlopende richtingen Spinoza als houvast zien. We moeten van de filosofische traditie geen supermarkt maken voor eigen ideeën die alleen nog een autoriteit nodig hebben. Als dat Zizek's waarschuwing is, dan kan ik hem daarin navoelen. Maar Spinoza's denken valt niet precies samen met wat Zizek de standaard bourgeois-liberale ideologie noemt. Van Spinoza houden, zo heb ik inmiddels aangetoond, betekent immers misschien ook wel van Freud houden. Anders gezegd, Spinoza sluit Freud niet uit. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het denken van Spinoza samenvalt met het S. Is het conatus, het streven, niet gewoon het S dat de wet zo volledig geïnternaliseerd heeft dat het geen boven-ik meer nodig heeft? Het strevende S dat streeft met die bijna heilige onverschilligheid die zo typerend is voor Spinoza. Freud's lustprincipe legt bovendien dezelfde weg af als Spinoza's reden. Het lustprincipe dat zichzelf ten einde heeft gedacht, komt namelijk tot de conclusie dat de beste manier om geen negatieve prikkels te ervaren, het ervaren van geen enkele prikkel is. Doodschrift. De ten einde gedachte reden bij Spinoza heeft eveneens het gebrek aan kennis opgeheven. Hij kent de causale verbanden. Dus ook Spinoza's denken raakt aan de doodschrift. Want nogmaals, wat is het zijn zonder tekort van het ik? Tegenover Zizek's schets van Spinoza als surrogaatvader zou ik de engel willen plaatsen. Ik stel mij voor dat de ten einde gedachte reden bij Spinoza de gedaante aanneemt van een engel, hoe onspinozistisch dat ook mag klinken. De mens die de causale verbanden kent, moet wel een engel zijn.
Een engel vat ik namelijk op als een mens voorbij alle wanhoop en angst. Ook voorbij de hoop. De reden geeft ons namelijk geen hoop. Hoop is een vorm van ongewisheid. En aan die ongewisheid maakt de reden nu juist een einde. Wij moeten ons Spinoza's engel vermoedelijk niet voorstellen als de archetypische engel, maar als een ander wezen. Bijvoorbeeld een oneindige reeks getallen, die een schoonheid uitstraalt die wij, die nog in een onredelijk universum leven, namelijk het universum van de onvolmaakte eros, niet kunnen zien of bevatten. Wie weet komt er een dag dat deze schoonheid aan ons zal worden geopenbaard, of beter gezegd, dat wij die schoonheid aan onszelf zullen openbaren. Ik dank u voor uw aandacht.